Hi, mijn naam is Irina Hoffer. Mijn bedrijf heet Gebarenrijk en ik ben presentatiecoach. Nee, ik ben niet de perfecte presentator, maar ik kan jou wel leren beter te presenteren. En hoe doe ik dat? Ik let op 4 dingen. Dat is lichaamshouding, je mimiek, je stem en doeltreffende gebaren. Deze allemaal samen zorgen ervoor dat je je verhaal beter kan vertellen, zodat het goed overgedragen wordt op je publiek. Vandaar Gebarenrijk. De komende weken geef ik je graag een paar tips. En ik denk dat je ze eigenlijk wel weet, hè? Ik weet wel waar ik op moet letten. Maar het is goed om er weer even bewust van te zijn. En daar help ik je graag bij. Tip nummer 11 heeft te maken met mimiek. Wat heel belangrijk is, vind ik, is dat je verbinding krijgt met je onderwerp of het iets, het waar je over praat. Misschien is het een persoon, dan is het belangrijk dat je je inleeft in die persoon. Dat je dan vanuit die persoon iets kan vertellen. Dat draag je over in je mimiek, dat komt uit. Als je een verhaal vertelt over een bangig iemand die wat twijfelachtig is, zul je een andere mimiek gebruiken dan iemand die dolgraag op alles afgaat en benieuwd is naar het leven. Dus leef je in die personen waar je over vertelt, in de dingen waar je over vertelt. Daar ga je automatisch je mimiek bij gebruiken. En misschien kun je dat zelfs nog wel wat extra inzetten, zodat het nog levendiger wordt voor je publiek. Zo. Dit was de tip. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Je mag hem delen, geen probleem. Juist heel erg leuk als je dat doet. En denk je in de toekomst misschien een keer van, oh, ik heb een presentatie, ik wil eigenlijk wel iets verbeteren in de manier van vertellen, de manier van presenteren. Aarzel niet, neem gewoon contact met me op. Dan kunnen we overleggen of ik iets voor je kan doen. Lijkt me hartstikke leuk. Hier is mijn e-mailadres en mijn website. En ik hoop tot ziens. Doei!